Ik kan het helaas niet ontkennen, ik ben geen chick. Vroeger ook niet. How to pick up a chick, moet je Link asken. Die weet het wel. Zit Helen de jou zo door in de chat, dan wordt het nog gezellig. Ja. Ik vind het echt leuk om jullie allemaal zo te spreken na ZMNL. Ik hoop dat het ook een beetje entertaining is, want ja, zoals ik zeg, normaal leun ik op Koek en Amir en Ron. Die heb ik helaas niet nu. Goed, Dead Mountain. Dit wordt wat. En nou helemaal. Als ik al hier een foutje maak. En hier. Ik heb volgens mij nog maar één leven, of niet? Klopt dat? Dan moet ik sowieso straks terug, hè? Goed, dan gaan we nog voor een level up. Shanti, als je er bent, heb jij goede tips voor dat type wijze wat ik net heb verslagen? Want ik loop daar altijd op stuk. Ja, we gaan opnieuw.
Die varkentjes met die buil. Ja, dat is een bastardje. Ik weet niet of ze überhaupt een patroon hebben, die beesten, maar het lukt me nooit om er voorbij te komen zonder schade te pakken. Oh mijn god. En dan ga ik nog falen met dit stuk. Want ik heb geen magic. Nope. Top. Haal je nu al heal of niet? Ja, ik heb al heal, maar het kost zo'n beetje 80% van mijn mana. Maar fijn. Het werkt. Ik deel dat petertje. Die heb ik ook. Er schijnt dus ook een makkelijkere route te zijn dan Dead Mountain. Weet ik niet, zelf niet 100% zeker, want ik doe eigenlijk altijd Dead Mountain. Maar omdat het faalgehalte hoog genoeg is, ga ik dat ook dit keer doen. Dus we gaan lekker Dead Mountain over. Woehoe! Thank you.
Oké. De rode mennekes. Nou, daar komen er nog veel meer aan van die rode. En dan met name duizend van die gooien. Nee. Maar die skippen. We gaan gewoon door. Wie ging er weg? Rick, ik spreek je later. Thanks for watching. Gaat niet zo goed, hè? Nou, ik vind het eigenlijk nog best oké. Dit is het laatste stukje Dead Mountain. Dan krijgen we nog even een rotstukje. Oh, dit gaat niet zo lekker. En dan heb ik wat ik wil hebben. Dus hopen dat ik nu niet meer faal. Blijkbaar wel.